Hartelijk dank. Ik ben bijzonder blij dat u hier, door welk misverstand dan ook, in zo'n grote getale op bent komen draven. En ik moet zeggen, ik heb er zin in vanavond. Maar ja, ik moet nog eerst 2 uur optreden. Ja. Ja, ik ben mij er eentje. Mijn beroep is grappenmaker. Men noemt het ook al cabaretier. Volgens een zekere definitie is een cabaretier iemand die mensen aan het denken zet over taboes die er heersen in de samenleving. Voorbeeld, ik heb mijn vrouw al dikwijls aan het denken gezet over vrijwillige euthanasie. Ja, ik ben mij er eentje. Nog een voorbeeld, ik wil speciaal mijn vader, mijn moeder, mijn broertjes en mijn zusjes die met me meegekomen zijn van harte welkom heten. Want het leuke is, een optreden van mij is ook meestal weer een familiegebeuren. En net zoals kerstmis en incest. Over incest gesproken, ik ben mij er eentje. Ik word als cabaretier zijn al in het openbaar herkend. Zo zijn er alleen hier in Leiden al 2 winkels waar ik niet meer word geholpen. Wanneer men mij herkent, probeert men leuker te zijn dan ikzelf. Voorbeeld, ik vraag in de winkel om een pond jong belegen. Een onsje meer, is dat erg? Nee hoor, zeg ik, is helemaal niet erg. Waarop de verkoper een onsje extra op de weegschaal legt. Dames en heren, u bent mij er eentje. Laatst werd ik op de fiets herkend. Daar komt ik fiets nogal veel. En u kent het wel, fietsen in Nederland. Wind tegen, regen tegen, hagel tegen. Gelukkig heb ik dan zo'n kindje voor me op het stuur. Wij hebben 2 kindjes, ook 1 voor mijn vrouw. Het zit namelijk zo, een auto kunnen we ons niet veroorloven, dus fietsen wij nogal veel. En met het weer in Nederland mag je wel stellen dat we heel bewust voor kinderen hebben gekozen. Maar goed, ik viel laatst met mijn nageslacht van de fiets en we bleven hulpeloos gewond op straat liggen. Dus ik roep naar een willekeurige voorbijganger. Hallo. Majesteit, zou u ons overeind willen helpen? De koningin ziet ons liggen, herkent mij onmiddellijk en ze zegt zo, kijk eens aan, de humor ligt op straat. Ja, meneer Vinkers, wij zijn ons er eentje. Ik stel me netjes voor aan de koningin, ik zeg Herman Vinkers. Ja, ze zei, ik vind uw programma's altijd heel leuk. En ik had nog wel zo duidelijk mijn naam gezegd. Of het niet de optreden wil komen verzorgen op het koninklijk huis. Nou, als er iemand is die gemakkelijk lacht, dan is het de koningin wel. Dus ze zegt, graag majesteit. Ah, leuk, zei ze, ik moet nou wel lachen. En geen week later bel ik aan bij het koninklijk huis. Ik bel eerst nog bij het verkeerde nummer. Ja, ik zat bij de buren, maar die wisten wel waar ik moest wezen. En terwijl ik daar zo op de stoep sta van Huis ten Bosch, denk ik, wat heb ik toch eigenlijk mooi werk. Ik kom nog eens ergens waar iemand anders niet zo gauw komt. Verhalen over hoe moeilijk het artiestenleven is, vind ik ook behoorlijk overdreven. Ze hebben ook al ergens het verhaal gelezen dat de gemiddelde artiest zou 33 maal zoveel zelfmoord plegen dan de gemiddelde arbeider. Wanneer een arbeider 1 maal zelfmoord had gepleegd, had de artiest dat al 33 maal gedaan. Kijk, je zou ook gewoon kunnen concluderen dat de arbeider wat handiger is. En om u verder nog eens een indruk te geven van de luxe in de showbusiness, ik heb hier in deze toch al zo fraaie schouwburg de beschikking gekregen over een kleedkamer met een wastafel en een wc. Ja, dat lijkt mij ook een dubbelop, maar dat is het toch allemaal wel. En zoals ik al zei, je komt nog eens ergens. Ze heb ik ook ooit al een keer opgetreden in Duitsland, waarbij ik me nogal versproken heb. Want ja, ik spreek überhaupt maar 1 woord Duits, maar ik had daar... ik had daar in Duitsland een act en bij die act draaide ik een stuk muziek. En dat was dan de Peer Gynt-suite van de componist Edvard Grieg. Maar omdat het nogal vrij lang stuk was, wist ik niet, zal ik nu de gehele suite draaien of een gedeelte daarvan. Dus ik vraag in mijn alle onschuld aan die Duitsers, wilt ie een kleine stukje of wilt ie dit totaal krieg? Ja, ik bin meer einer. Nou, mijn beroep is dus grappen maken, het is niet anders. Ik ben ook lang blij dat ik werk heb. Ik heb ook alle attributen voor u meegebracht. Dus heb ik een attribuut, er is een spreuk voor aan de wand. En die spreuk luidt, niets zo charmant als een spreuk aan de wand. Ik dacht dat het wel aardig was. Het is dan eigenlijk de laatste tijd in de cabaretgenre gebruikelijk dat je zoiets verwerkt in een of ander verhaal. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog niet helemaal aan toegekomen. Ik heb nog wel in de gauwigheid een kistje in elkaar geknusseld. Dit is een kistje. Het kistje werkt als volgt. Wanneer ik zo... Wat zeg je? Kijk dood.
Mijn vader was er gisteren ook al. Kistje werkt als volgt. Wanneer ik zo doe, komt een armpje uit. Wanneer ik nog een keer zo doe, gaat het armpje weer terug. Ja, je hebt er niks aan verder. Je hebt er niks aan, maar om de een of andere onduidelijke redenen trekt het altijd weer een applausje. En bovendien is het altijd nog beter dan een kijkdoos. Dus, en ik ben al lang blij dat ik werk heb. Om diezelfde reden maak ik ook gebruik van bandopnames. Bandopnames loop ik het toneel op en dan roep ik iets van yeah! 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 Zeker weer? Yeah! Oh, dat is goed. Give me je A. A. Give me je N. N. Give me je W. W. Give me je B. B. What's that spell? A, B, B. Teksten heb ik ook wel. Zoals deze. Je vroeg een gitaar en een goochelspel, maar wat denk je wel? Ik ben Sint niet, Piet. Van die korte dingetjes, weet je? Teksten veranderen, heb ik ook wel teksten veranderen. Een thuismenu is erg gemakkelijk te bereiden. En het is even smakelijk als een maaltijd die u zelf hebt gemaakt. Gadverdamme. Zoals gezegd, de bereiding is erg gemakkelijk. Haal na 40 minuten de maaltijd uit de oven. Houd uw vingers 10 minuten onder de koude kraan. Warm de maaltijd weer op. Neem met een ovenhandschoen de maaltijd uit de oven. Houd uw vingers 10 minuten onder de koude kraan. Warm de maaltijd weer op. Haal nu de maaltijd uit de oven met 2 ovenhandschoenen. Dingen met de zaal doe ik ook wel. Ik haal als mensen het podium op en met hen speel ik dan de IQ-quiz. Bij de IQ-quiz moet je van jezelf raden of je een hoog of een laag IQ hebt. En als je het goed geraden hebt, dan heb je een hoog IQ. Verder heb ik een cameraman op toneel staan. Ik heb ook een geluidstechnicus, die zit in de zaal. Ik heb ook een lichttechnicus, die zit op een zijtoneel, op een home trainer. Verder. Blijven trappen. Verder heb ik naast mijn volwassen voorstelling een kindervoorstelling. Die kindervoorstelling is helemaal aangepast aan de eisen van de moderne jeugd en wordt dus ingeleid met 3 bomexplosies. Ze zijn ook hierin gemonteerd. Ik zal ze even aanzetten. Ik zal ze gelijk even laten horen. Het enige probleem met die explosies is, het gaat nogal heftig. En u zit er nogal vlak op. Het is daarom misschien verstandiger dat ik het geheel even achter een gordijntje plaats. Weet u wat, ik laat zo dadelijk de bommen ontsteken en speel ik gelijk erachteraan mijn voorstelling. Dan hebt u een mooi compleet beeld van wat mijn werk nu precies inhoudt. Ik zou zeggen, technicus, ontsteekt u de bommen maar. Een Dempster gordijntje nog, hè?